Tweede minuut, eerste vrije trap. Emmerich slecht de bal nog even goed, maar Leinhoff zal trappen. Dan gaat hij door de muur, De Wilde. Ja, had er wat moeite mee. Eerste doelgevaar. Smits. Goeie kapbeweging. Oeh, van rijdt hij. Oh, en De Grijze, wat een misverstand. Was veel harder uit. De Grijze moest er rond. En dan Schiller met de knie. Ja, misverstand in de Antwerp-defensie waar De Grijze bijna van kon profiteren. Komt de tweede corner. Smits was dat. Bal blijft hangen, Bosman. Scheerde de dwarslat dat schot. Versavel. Wallen. Boffin even naar links gekomen. Ja, ja, zijn man voorbij. Goeie voorzet. Bosman knikt naast. Maar een goede actie van Anderlecht. Boffin. Die van rechts naar links komt, voorzet en dan Bosman vindt. Geen overtreding van Zetterberg, die mag doorgaan. Boffin mag aanleggen, vuist is Villar. Zetterberg opnieuw. Zetterberg met Varetti. Wallen, Zetterberg, Bosman, Zetterberg en binnen. Oh. Wat een eerste competitiewedstrijd opnieuw voor Per Zetterberg hier. Gaat zijn supporters groeten en zeggen: ik ben terug, jongens. Terug in het Astridpark. Een aanval op de techniek van Anderlecht. De lichte brigade. Bosman met het laatste tikje. En Zetterberg, ja, ik denk zelfs dat er min of meer sprake is van een halve on-goal. Maar hoe dan ook, het doelpunt komt op naam van Per Zetterberg. 28e minuut. De Grijze. Oh! Dat scheelde een paar van die haren die hij kwijt is daar. Of Lemby. Ja, ja. Grondscheer het schot van Geert Emmerichs. Leinhoff. Die we niet veel zien. Want dit is toch een hele goede paas voor Kiekes. En Severijs en Smits zijn voor de goal. Kiekes. En daar was een ruikje aan. Daar was een ruikje aan. Tuinmans. De Grijze zat in de sandwich. Boffin. Geen buitenspel. Mark de Grijze. Nee, schitterende redding. Bosman. Nog niet. En dan. Boffin erover. Mooie aanval. Geen sprake van buitenspel. En een pluim voor Danny Boffin. Kijk hoe die de Grijze daar lanceert. Dan Svilar. Goeie save. Bosman nog eens. Dan even een voet van Emmerichs ertussen. En dan Boffin met omhaal die erover gaat. Na 7 minuten in de tweede helft. Krasson zonder man. Zoek Bosman. Hier is Albert. En daar is Villar. Wat was een goede opening. Krasson. Ja, ja. Albert, de Grijze. Wat voor Zetterberg. En Wallem is links mee. En daar zit een goede voorzet in, want die heeft tijd. Daar komt hij. Hier is Bosman. Ja, voilà. Het is 2-0. Na 22 minuten. Mooie aanval van Anderlecht. Met opnieuw de technisch verfijnde jongens. De Grijze die laat. Voor Zetterberg. Zetterberg dan voor Wallen. Die kon kijken. En hier is de in de lucht zo machtige Johnny Bosman. Geen verhaal voor Svilar.
De Grijze, Boffin. Weggekopt door Kiekes. Albert. Ja, doe maar eens. Oh. En het was met rechts, hè. Philippe Albert. Mark de Grijze. Bosman de Grijze. Oh, wat is dat mooi. Oh, en dan is Villar nog. Wat een schitterende aanval van Anderlecht. En de enige die daar een stok om tussen steken was, de goede oude Radkos Villar. Kijk eens hoe mooi dat allemaal is. Om duimen en vingers van af te likken. Ja, Leinhof heeft dat doorzien. Severijns, Leinhof rechtsweg. Het is 3-2. Daar is Leinhof. Blijft hij kalm. Ja, maar de Wilde houdt de 2-0 op het bord. Wat een kans voor Hans-Peter Leinhof. Daar is die kans opnieuw. Daar zat meer in. Nog 9 minuten. Leinhof met de vrije trap. Kiekes. Emmerichs. Leinhof opnieuw. Goed schot, Leinhof. En de Wilde met een hele goede save.